Tijdens een reguliere vaarpatrouille van het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname op de Marowijnrivier is de eenheid vrijdag gestuit op een boot met 18 buitenlanders. Bij het zien van de patrouille probeerde de motorist de boot uit handen van de militairen en politie te houden. Middels waarschuwingsschoten is de boot tot stilstand gebracht. De motorist en één opvarende wisten echter zwemmend de oever te bereiken en te ontvluchten. President Santokki heeft tijdens zijn bezoek in Nikeri aangegeven dat de rijstproductie verbetering behoeft. Dit is noodzakelijk om het concurrentievermogen van lokale producten op de internationale markt te versterken. Hij stelde dat veel van de barrières in de sector ontstaan door gebrek aan onderlinge communicatie. De president is ervan overtuigd dat met de maatregelen die momenteel door de overheid worden getroffen, waarbij de natte en droge infrastructuur in orde worden gemaakt, rijstboeren het komende jaar hogere producties zullen hebben. De Safety and Security Academy Suriname, SSAS, heeft op 5 oktober haar hoofdkantoor in gebruik genomen. Daarnaast heeft ook de uitreiking van diploma's aan de recent geslaagden van de BAVP-opleiding plaatsgevonden. SSAS juicht ook de regulering toe van de particuliere beveiligingsbranche en staat klaar om de overheid de helpende hand daarbij te bieden.